De dirigent, hij zei zo, ja, het is vrolijke muziek, dus dan moet je echt gewoon vrolijk dansen. Als het vrolijk is, dan moet je echt gewoon energiek zijn, dus niet echt zo staan. Maar als het echt gewoon boosachtig is, dan moet je echt gewoon boosachtig kijken en zo. En ook boosachtig bewegen, dat, de emotie. Dan weet je dat je gewoon niet vrolijk moet spelen, maar echt gewoon boos. Het dans van de kleine zwaan. Is 4 kwartsmaart. Je moet dan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De 1 moet altijd naar boven en naar beneden. Ik luister echt geen klassieke muziek. Dus ik heb hem nooit gehoord. Ik ben echt gewoon iemand die hip-hop of pop kijkt. Dus ja. Nou, dat ook andere soorten muziek zijn. Dus niet alleen maar hip-hop of pop, maar ook gewoon klassiek en zo. Ja, dat je ook soms naar die liedjes moet luisteren en zo. Ja, ik was echt in de wachten. En dan staat Jefferson al klaar. Hij gaat stukje dirigeren ook van Tchaikovsky, ook weer een dans, maar dan niet met Russische oude mannetjes, maar over zwaantjes. De dans met kleine zwaantjes. En Jefferson, jij wilde heel graag het tempo behouden. En vooral, je gaat heel goed letten op het eind. Hè? Want het slot vind je heel moeilijk om te dirigeren. Hè? Dat is ook vaak al zo. Maar het komt vast helemaal goed. Heel veel succes. Thank you.